De sfeer was ijzig, of zelfs vijandig aan tafel bij Media Insider. Zojuist had columnist en presentator Marcel van Roosmalen in een frontale aanval de journalistieke aanpak van tv-maker Tim Hofman bekritiseerd. Tekst gaat verder onder advertentie. Hofman bleek totaal verrast door de opmerkingen van Roosmalen, die stelde dat de presentator altijd iets vindt en uitdraagt dat hij altijd het gelijk aan zijn zijde heeft. Van Roosmalen nam geen blad voor de mond. Hij zei tegen een verraste Hofman, jij staat altijd aan de goede kant van de streep. Ik heb gelijk, ik trek jullie naar de goede richting. Jij weet wat goed is en wat fout is. Jij vindt van tevoren dat iemand gelijk heeft bij boos. Slachtoffer en de dader staan vast. Jij bent gewoon blij dat je op je bek wordt geslagen. De verbouwereerde Hofman tegen Van Roosmalen, wat zit je hier te doen? Messiascomplex. Van Roosmalen sprak over het Messiascomplex van de winnaar van de Gouden Televisiering van het afgelopen jaar, terwijl Hofman Van Roosmalen neerzette als een zwetende vijftiger. De sfeer in de studio was bepaald niet vrolijk, voelbaar grimmig zelfs. Hofman at wat ongemakkelijk van de borrelzoutjes die op tafel stonden. Het is niet duidelijk of er pijnlijke onderdelen in de aflevering zijn weggeknipt. De opnames vinden op zondagmiddag plaats. De totaal verraste Lize Korpershoek, de partner van Hofman en de tweede gast aan tafel, kneep tijdens de uitzending begripvol onder tafel, maar toch zichtbaar voor de kijkers, in de getatoeëerde arm van Tim. Lize verdedigde ook de aanpak van haar partner. Hofman zat op sommige momenten zelfs aangeslagen aan tafel, nadat Van Roosmalen ook kritiek uitte op de inhoud van zijn tweets. Strijden tegen onrecht in deze voorlopig laatste aflevering van Media Insider werd ook Arnold Karskens, de oprichter van Ongehoord Nederland, behandeld door het presentatieduo Groenteman en Van Roosmalen. Toen ze opmerkten dat er een overeenkomst bestaat tussen Karskens en Hofman, strijden tegen onrecht, werd er ook vreemd opgekeken door de gasten Lize en Tim. Let's blokkade.